Ik heb één keer iets meegemaakt in mijn jeugd, dat ik, dat ik geen zwempakje aan mocht van mijn stiefvader, omdat hij zei: jij hebt toch nog geen tieten. Wow. Ben ik wel populair genoeg, zitten mensen wel op mij te wachten? Dat soort dingen komen erop. En precies deze struggle, die kreeg ik ook. Terwijl ik durf wel van mezelf te zeggen dat ik best zelfverzekerd ben. Maar ik denk dat, het, het, dat iedereen het eerste gedeelte van zijn leven dingen aanleert, die die het tweede gedeelte van zijn leven weer afprobeert te leren. Ik was laatst uh, in mijn eentje op vakantie en toen was ik opeens heel erg in... Kreeg ik kreeg een soort van bijna een angstaanval. Oh, wow. Dit, uh, deze had ik niet zien aankomen. Ik zag gewoon heel veel mensen ook na mijn boek die dachten van... Uh, ja, ik ben ongelukkig omdat ik zo dik ben. Maar uiteindelijk waren ze dik omdat ze ongelukkig waren. Paarmoederhalskanker, borstkanker, weet ik veel wat de mensen allemaal krijgen. Ik ben niet gelukkig op mijn werk. Oké, ga je iets anders doen? Je hebt wel de keuze. Ja, je hebt niet altijd de keuze. Je hebt wel de keuze. Je kan... Al... Er is genoeg werk. Welkom bij Insights, de podcast. Mijn naam is Joep Rovers en jouw host in deze weg naar optimale gezondheid. Vind je optimale gezondheid en alles dat daarbij komt kijken nou ook zo mega interessant? Volg ons dan, subscribe op YouTube. Nou, mocht je toevallig via Spotify luisteren, wil je ons dan sterren review geven? Daarmee help je ons en jezelf op weg naar optimale gezondheid. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Insights de Podcast. Mijn naam is Joep, jouw host. En vandaag hebben we een hele, hele, hele bijzondere gast in de huis. Ik zat van tevoren te betwijfelen of dat ik dit ging vertellen, ja of nee. Maar ik ga het toch doen. Misschien wel mijn crush van vroeger. Mijn enige <laughs> TV-crush die ik ooit gehad heb. Inmiddels is ze bekend als ja, misschien wel de grootste fitness van Nederland. Schreef ze meerdere boeken. Uh, je zal haar kennen misschien van Killer Buddy. Ze heeft ook een nieuw boek geschreven, Killer Mindset. Uh, en ze gaat het theater in en nog heel veel andere mooie dingen meer. Uh, welkom, Faya Laurens. Dankjewel. Super tof <laughs> dat je er bent. Uh, er is natuurlijk een uh, bijzondere reden waarom dat je hier bent. Ja. Wij gaan samen namelijk iets leuks doen. Ja, we gaan samen theater in. <laughs> ja, dat vind ik wel heel leuk. Ja, we gaan samen theater in. Zou jij uh, ons mee kunnen nemen in wat die theatertour uh, is en gaat worden? Ja, het is um, een mindset eigenlijk, uh, experience, waarin het interactief is. Dus waarin de zaal wordt meegenomen in uh, de activiteiten van, van het theater, zeg maar. Dus het is wel een motivatietalk, mm -hmm. maar met interactieve delen daarin, waarin jij ook iets gaat doen <laughs> en, uh, en ik ook. En de zaal gaat dus meedoen. En ik ben geïnspireerd door Tony Robbins daarin. Ik was vorig jaar bij hem. En toen uh, liet hij een visualisatie doen op het podium. Of hij uh, begeleed een visualisatieoefening. En toen uh, visualiseerde ik dus dat ik in het theater stond. En nu ga ik het dus doen. Dus het heeft gewerkt. <laughs> maar wat ik leuk vond aan hem is dat hij echt het publiek meenam. Dus je, je had echt zo'n experience. Je dacht echt van: yes. Toen, je, toen ik de zaal uitliep, dacht ik: nou, ik heb echt meer energie. En uh, ik wil ervoor gaan. En eventjes die puntjes op de i. Ja. En dat is wat ik mensen ook wel meegeven. Kunnen we het dan vergelijken met een uh, Tony Robbins show? Ik nee, dus van... wel alafa, ja. Oké, okay, Alifaya. ja. ja nee. een klein <laughs> tipje van de sluier krijgen? Wat Alifaya... Uh, Als ja. dus je zegt verschillende interactieve uh, zaken? Nou ja, wel uit de comfortzone. Um, bewegen. Uh, ja. Connecten, wat ja. ik heel belangrijk vind. Um, en muziek. Uh, sound healing. Meditatie. Dat soort dingetjes allemaal. En dat allemaal in anderhalf uur. Ik denk dat het <laughs> ook zo voorbij is. Ja. Ja. En het is super spannend. Ik denk dat het goed is om altijd uit je comfortzone te gaan. En ik moet zeggen dat dit wel uh, het meest spannende is wat ik tot nu toe ga doen. Oh, wow. Dit, uh, deze had ik niet zien aankomen. Ja, dat vind ik echt heel spannend. Wat maakt het uh, spannend voor jou? Nou, ten eerste dat mensen kaarten moeten gaan kopen voor mij. Dat is natuurlijk ook een ego-ding. Ja. Uh, ben ik wel populair genoeg? Zitten mensen wel op mij te wachten? Dat soort. Dingen komen erop, zeg ja. maar. Uh, dus dat vind ik spannend. Uh, dan, dan krijg je gewoon zoiets van: ja, waarom, waarom doe je dit nou? Wil je dan gezien worden? Of is het, is het echt oprecht? Die dingen vraag ik mezelf dan echt af. Weet ja. je wel, is de intentie zuiver? Wil ik echt dingen meegeven of wil ik mezelf laten zien? Ja. Dat zijn dingen waar ik dan over na ga denken. Ik denk wel dat uh, mijn verhaal en mijn journey en mijn echte verhaal mensen inspireert. Dus dat laat ik daar ook zien. Ja. En dat wordt heel mooi, denk ik wel. Daar ga ik vanuit, maar dan sta je daar ineens, dus voor 650 man. En dan moet je het toch gaan waarmaken ook. Nog. Ja, ik, ik vind het <laughs> dus wel heel erg mooi. Sowieso. Ik heb je boek natuurlijk gelezen. Er staat ook een heel stuk in, in je boek hierover. Ik heb zelf net een boek geschreven. En precies deze struggle, die kreeg ik ook. Terwijl ik durf van voor mezelf te zeggen dat ik best zelfverzekerd ben. Maar dat je iets gaat uitbrengen, mensen moeten het toch maar gaan kopen. Ja. Ben ik wel populair genoeg? Ja. In je boek staat daar een, uh, dat is wel een groot hoofdstuk uh, over in. Waar komt dat bij jou uh, vandaan, dat stuk, dat je dat zo spannend vindt? Nou ja, ik denk wel dat ik heel veel heb gedaan in mijn leven, eigenlijk alles, om gezien te willen worden. En uh, daar, daar ben ik mee aan de slag gaan dat thema. En ik heb dat ook helemaal onderzocht waar dat dan vandaan kwam. En nu blijf je dus de hele tijd alert daarop. Is dit oprecht? Ja. Is het echt mensen willen helpen? Is de intentie zuiver? Of is het nog steeds dat thema? Want je thema's blijven volgens mij altijd je thema's wel. Ja. Alleen je wordt er bewust van dat je thema's zijn. En dan kan je zeggen, nee, ik kies ervoor om het niet te doen. Of, uh, en en, en ja, ik, had, ik heb het theater ook uitgesteld. Ik zou het eigenlijk in februari doen, omdat ik er dus achter kwam dat het toen niet zuiver was. Want oh. ik was net uit elkaar met mijn ex. En toen ineens ging ik het theater in. En toen kwam ik dus heel snel erachter dat het was, kijk mij het goed gaan. Ja. En toen dacht ik, hé, dat is helemaal niet oké, okay, weet je wel. Het was een soort van bewijsdrang naar mijn ex van, met ja, mij gaat alles suckle. goed. sukkel, kijk eens wat je misloopt. <laughs> ja. En toen ik dat door had, heb ik het ook echt meteen uitgesteld. Want het is iets heel moois wat ik daar ga doen en iets heel kwetsbaars ook wel. Ik ga wel ja. kwetsbare dingen laten zien. Um, maar het moet wel echt zuiver zijn. En niet vanuit ego of iets. Dus dat, dat is waar je tegenaan loopt. En ik, ja, ik voel dat het nu zo is. En nu moeten de kaarten nog verkocht zijn. Ja. <laughs> uh, dus lieve mensen, kom alsjeblieft. <laughs> ik ben daar ook. Ik hou er ook niet van als de zaal is. Nee, nee, nee. <laughs> maar ja, Amstelveen is wel de best verkochte zaal al. Waar okay. jij uh, ook oh, staat. Ja, 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 ja. Dat is toch ook het grootste. En ik de denk uh, wel heel mooi wat je zegt. Dat het zuiver uh, is, dus de gedachte erom moet zuiver zijn. Ja. Uh, hoe voel je nu dat het zuiver is? Ja, dat voel ik door de, mezelf de vraag te stellen al. Oh, en dan, uh, ja, dan voel je dat gewoon. Hm. Eigenlijk. Maar het sluit er heel snel in. Hè? Ja. En ik. Uh, ja, dus bijvoorbeeld. Ik denk dat iedereen zich wel herkent in dat moment dat je iets post voor iemand voor ja. één iemand. Weet je, <laughs> <laughs> weet je wel? Zo? Ja. Dat hebben we allemaal wel eens een keer gedaan die Mega ene quote of iets, weet je eigenlijk gewoon per se. En daar ga ik denk dat als je dat soort dingen door hebt van jezelf, dat je dan kan kiezen van dat ga ik dus niet meer doen, want dat gaat nergens over, weet je wel? Over welke post gaat dit? <laughs> <laughs> nee, dat is nu nu niet meer, maar dat heb ik wel vroeger gedaan. Je? Dat je ja. dan echt voor één iemand die post. Ja. En. Um, ja, dat, heb ik, dat herken ik wel nu van mezelf. Dus dat gebeurt nu niet meer. En ja. daar gewoon alert op zijn. Ja, mega interessant, denk ik. Ik denk ook uh, sowieso wel een stukje belemmerende overtuigingen. Waar denk jij dat dat stuk vandaan komt? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, bijvoorbeeld de zenuwen van zo'n theater uitverkopen, dan kan de overtuiging daaronder zitten van: uh, Ten eerste denk ik. M dat je heel erg jezelf de druk oplegt. Het moet uitverkocht, want anders ben ik niet goed genoeg. Ja. Wat ga, waar gaat dat dan over, weet je wel? Waar gaat dat over? Ja, over dat niet goed genoeg thema weer. Mm. Want uh, als je 300 kaarten verkoopt, is het ook heel erg goed. Snap je? Maar als jij uh, het glas altijd half leeg ziet... omdat het, uh, bijvoorbeeld je vader zei dat je niet goed genoeg was... wat in mijn geval zo is... Ja. dan zoek je eigenlijk continu naar bewijs dat je niet goed genoeg bent. Ja. Denk je dat er... Um wat een stukje belemmerende overtuiging dat vind ik wel heel erg interessant dat je zelf ziet bij mensen die ook waarschijnlijk mega succesvol zijn ook die struggles hebben of bij jou is het niet ook waarschijnlijk je bent mega succesvol dat die struggles er eigenlijk altijd zitten denk je dat dat altijd ergens vandaan moet komen als in mensen hebben altijd iets aan te kijken waarom dat dat zo is ja ik denk wel dat het ergens een oorsprong heeft en dat iedereen er het last van heeft en dat het niet uitmaakt wat voor opvoeding je hebt gehad of dat nou uh, een moeder is die je heel veel complimenten heeft gegeven, of een moeder die je nog nooit een compliment heeft gegeven. Iedereen krijgt gewoon toch te maken met iets wat hij is geworden, of ergens zit er een overtuiging. Ja. Bij iedereen lijkt wel gewoon. Ook ja. bij mensen die een fantastische jeugd hebben gehad, of. Uh, uh, ja, die hebben weer alles gehad, waardoor ze zich ook weer niet goed genoeg vinden, omdat ze dachten, ik heb alles gehad. Weet je wel, bij ja. wijze van spreken. Dus ik denk dat, het, dat iedereen het eerste gedeelte van zijn leven dingen aanleert... die die ja. tweede gedeelte van zijn leven weer afprobeert te leren. Dat is uh, heel erg herkenbaar. Ja. Uh, volgens mij is, heb je met Giel ook een stukje over gehad... van de, welke dingen dat dan aan de impact op hebben gehad. Een stukje omgeving, een stukje opvoeding en nog iets. Ja, uh, ja je, je blauwdruk bedoel je toch? Ja. ja, dat is natuurlijk je, ja, je opvoeding. Ja. Omgevingssituaties die er zijn gebeurd. In je ja. leven cultuur ook wel. Culturele achtergrond. Ja. Um, ja, en ja, gewoon gebeurtenissen hebben vaak ook een impact. Maar ik was laatst uh, in mijn eentje op vakantie. En toen was ik opeens heel erg in. kreeg ik een soort van bijna een angstaanval. Uh, in paniek. Uh, in tekort ging ik denken. Omdat het uh, de bedrijf wat ik run, wat ik heb opgezet, Killerbody. Ja, uh, ja dat is best dus een groot bedrijf aan het worden. En ik heb het nog nooit school afgemaakt. En ja, je hebt steeds meer geld nodig. niet ja, er, komt, er moet steeds meer geld bij. Dus ineens dacht ik. Weet je, gaat het allemaal wel goed, weet je? Dus zo'n helemaal. En toen, toen dacht ik, oké, okay, toen moest ik mezelf echt uh, rustig houden. En ging ik even mediteren en ademhalen. En toen dacht ik, rust, rust. En toen ik heb ik een inner child healing programma gemaakt. Ja. En toen ben ik mijn eigen inner child healing programma gaan doen. En toen was les één, de ging over de conceptie. Dus waar je, hoe je tot stand eigenlijk bent gekomen. En ja en wat voor impact dat heeft op wie je nu bent vandaag de dag. En toen ineens snapte ik waar die angst voor tekort vandaan kwam, want ja, mijn vader, en moeder, mijn vader is weggegaan na de conceptie. En toen kwam mijn moeder meteen in geldstress. Ja. Dus toen to, terwijl ik er nog amper was, of ja. werd gemaakt, zeg maar, wist mijn moeder aan de ene kant, ik wil haar heel graag houden. Ja, maar, maar ga aan, ga aan de andere kant ga ik wel moeten struggelen ja. meteen. Dus dat zit er zo diep in. En toen ja. ik dat dus... Oh, dat is het. Daarom ben ik altijd maar met dat tekort, weet je wel. Dat zit gewoon al helemaal vanuit die conceptie bij mij erin ja. geprogrammeerd. Toen kreeg het ook meteen ja, ruimte en verlichting. En dan mocht het er zijn? Ja, en toen mocht het er zijn en toen snapte ik het. En toen heb ik wel daarna gedacht van... Oké, okay, je bent een manifester, je gaat nu opschrijven. Ja. Wat heb je nodig en ja. hoe ga je het doen? Ja. En dat gaf me wel heel veel zekerheid. Dus toen ben ik echt gaan kijken: oké, okay, waar sta ik nu? Wat heb ik nodig? En hoe kom ik daar en daar en daar? En toen ben ik het gewoon nog gaan uitschrijven: dit heb ik nodig, dat moet ik verdienen. Daar, 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 daar. Ja. Want ik heb een tijdje geprobeerd in de receiving-modus te zitten. <laughs> <maar> dat, <laughs> <laughs> dat geeft mij echt mega veel stress. Ja, ja. Dat, ik moet gewoon die controle hebben. Ja, ja, en, en dat ben ik ook gewoon. Er zit ook natuurlijk gewoon een, een mix wel in is wel leuk, op, ik hoor je net zeggen manifesto. Leuk om daar even op in te zoomen wat dat dan precies is. Want ik denk voor heel veel mensen een beetje hoogspokus misschien. Maar dat je natuurlijk wel een mix moet vinden. Kijk, je hebt ook gewoon businessen die gerund moeten worden. Ja, die draaien niet opus. Nee. Die draaien ook wel. Nee, maar dan gewoon. denk ik weer van ik ben te gedreven en te gecontroleerd. En ik wil te graag geld verdienen. En, toen, en dan denk ik, oh nee, dat moet niet. Uh, abundance en uh, manifestation. En ik moet. In de receiving-modus. Nou, dat ging helemaal niet goed. Dat ging echt niet goed. <laughs> ik heb gewoon de controle weer teruggepakt. En toen ben ik ook echt gewoon gaan kijken van... Wat voor persoon ben ik? En ik ben het gewoon een persoon... Ik creëer. Ik kan heel goed creëren. Ik kan ja. minder goed dingen afmaken. Ja. Dus dat moet ik gewoon anderen laten doen. Maar ik kan wel goed dingen opzetten en opstarten. En ik moet gewoon de controle terugpakken. En dat heb ik gedaan. Op vakantie. Alles uitgeschreven. En toen kwam er echt meteen rust. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je ontdekt... Waar komt dat tekort, waar komt die angst vandaan? Dus teruggaat naar je kindertijd. En als je dat dan weet, dan is het niet per se in één keer verdwenen. Maar dan snap je het wel beter. Ja, ja dus in principe als je een belemmerende overtuiging... of er komt iets op jouw pad wat niet fijn is, wat niet goed voelt... dat je altijd terug gaat denken, oké, okay, dit waar is moet, ontstaan? moet ja. ergens vandaan komen. En dan de meest go-to oplossing die je mee zou kunnen geven is... schrijf het op, pak pen nou, en papier bij Nou, probeer te ontdekken waar dat vandaan komt ten eerste, ja. En uh, dan kan je er ook weer anders naar gaan kijken, want niet uh, alles is waar. K nee. In de zin van je hebt soms dingen ook anders onthouden uit je jeugd ja. die helemaal niet zo blijken. En wanneer je er nu nog een keer op, met je volwassen ik naar terugkijkt, kan je er ook anders naar kijken. Zou je een voorbeeld kunnen noemen? Ja, ik dacht dus bijvoorbeeld dat ik um, altijd. Ik heb één keer iets meegemaakt in mijn jeugd dat ik dat ik geen zwempakje aan mocht. Van mijn stiefvader omdat hij zei: jij hebt toch nog geen tieten. <laughs> Ja, maak je druk om, weet je wel. Maar ja, ik was een jong meisje, acht jaar, en ik had al kort geknipt haar, dus ik voelde me al heel anders. Het waren een soort Centerparks op vakantie, en ik vond daar volgens mij ook een jongetje net leuk. En toen moest ik dus zonder badpak, maar in een zwembroek van mijn broertjes, moest ik dan in dat zwembad. Ik heb daar ook nog een foto van. Dat is echt traumatisch voor mij geweest. Ja. Daar ben ik dan helemaal achter gekomen toen ik mijn borsten wegging halen van waar waren nou die borsten vandaan gekomen. Die kwamen van dat moment. Wow. En uh, dat ik die wilde en uh, vrouwelijk wilde zijn. En dacht dat dat daarmee te maken had. Maar dus ik had opgeslagen in mijn hoofd. Dat ik, uh, dat ik nooit een zwempak aan mocht. En dat het heel. ja, gewoon dat ik altijd in een zwembroek moest zwemmen. Ja. En toen ging ik kinderfoto's terugkijken. Ook voor mijn theatertour. En toen zag ik dus dat ik gewoon altijd een zwempakje aan had. Op dat ene moment na. Oh, wow. oh wow. De, zo. Dus zag ik allemaal kinderfoto's waar ik gewoon een zwembak aan had. Jonger, ouder, alles. En dat, 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 dat zoom je gewoon uit. En dat zijn die filters. Ja. Dus dat is natuurlijk dat NLP van... je, hebt, je krijgt 4,1 miljoen bits per seconde binnen. Ja. En dat kunnen we allemaal niet verwerken. Dus uh, ik denk jouw brein. Ik laat jou zien wat voor jou belangrijk is. En dit was zo'n belangrijke gebeurtenis in mijn leven. Die, dat ene moment met dat jongetje wat ik leuk vond en die zwembroek. Dat ik heb opgeslagen dat... dat de realiteit was van ja. altijd en dat was dus niet zo. Oh. Mega dus, interessant vind ik dit. Ja. Ik denk dat ook dat heel veel mensen dit dus herkennen dat ze erg een hele grote struggle hebben mee zitten, wat dus misschien een realiteit gemaakt is door zichzelf. Ja, je eigen wat waarheid. Dat niet de waarheid is. Ik denk, je um, hebt zich wel mooi een klein beetje daarop door te pakken. Je hebt natuurlijk zelf heel veel verschillende soorten therapie uh, zelf beoefend. <laughs> als ik zou zo mag ik zeggen, ik weet niet of dat je therapie beoefend. In behandeling gaat, klinkt net een beetje, uh, misschien niet mooi genoeg. Zelf in ieder geval veel verschillende therapie soorten getest. Je verzorgt zelf therapie. Stel dat je iemand... Uh, ik vind dit namelijk een hele mooie koppeling naar optimale gezondheid. Uiteindelijk maken we deze podcast voor optimale gezondheid. Ik denk voor heel veel mensen, de reden waarom ze niet naar optimale gezondheid kunnen... is omdat er nog ergens struggles zitten. Stel dat je nu iemand zou uh, het advies zou mogen geven... je begint nu net in jouw reis naar optimale gezondheid... Wat zou dan de eerste stappen bijvoorbeeld met therapie testen? Wat zou daarin een, ja, een stappenplan kunnen zijn? Waarmee zou je kunnen beginnen? Wat zou je aan kunnen pakken? Wat zou je zeker niet moeten doen? Ik denk dat optimale gezondheid wel begint bij je mind, dus je geestelijke gezondheid. Ja. Uh, als je je goed voelt, ga je ook uh, beter voor jezelf zorgen, ook met voeding, sport, bewegen. Het is een beetje een visueuze cirkel natuurlijk. Uh, heel vaak denken mensen dat ze zijn ze ongelukkig eigenlijk? En dan gaan ze dus nog meer voedsel eten waar ze nog ongelukkiger van worden, wat ongezond is, en wat je ja in die vicieuze cirkel houdt. Dus ik denk dat heeling inner child healing jezelf gaan zien voor wie je bent. En accepteren en zonder zelfafwijzing naar jezelf kijken en jezelf vergeven, dat dat heel belangrijk is. Ja. Ik zag gewoon heel veel mensen ook na mijn boek die dachten van. Uh, ja, ik ben ongelukkig omdat ik zo dik ben. Maar uiteindelijk waren ze dik omdat ze ongelukkig waren, snap je? Ja. Dus ik denk dat het begint bij jezelf te accepteren zoals je bent, want je bent nu al goed genoeg, zoals je bent. En, uh, en als je dat moeilijk, moeilijk vindt, dat je daar dan hulp bij gaat, uh, ja, gaat vragen. En wat ik zelf heel erg als fijn heb ervaren, is EMDR. Want het eindeloos praten met een psycholoog, ja, daar heb ik zelf niet zo heel veel mee. Mm -hmm. um, ik denk dat zelfonderzoek wel belangrijk is. Dus waarom doe ik wat ik doe? Wat is mijn agenda daarachter? Is het ja. zuiver of niet? Dat soort vragen aan jezelf stellen. En vooral dankbaar zijn met wat je hebt, dus niet alleen maar focussen op wat allemaal niet is. Ja. Dat doen veel mensen hè? dus wat niet is, wat niet mooi is, wat niet goed is. Of als ik dat heb dan is het beter. Ja. En maar dat komt dus heel vaak uit een tekort of een angst voor tekort of uh, dus als je dat dan ontdekt, waar dat dan vandaan komt... dan kan je dat ook weer loslaten. Want ik had dat natuurlijk ook. En ik dacht alleen maar van, ik moet dit. En als ik dat heb en als ik dat heb. En toen dacht ik, ja, wanneer blijft, waar blijft dat geluk? Ja. Wa waar is het? En dat komt niet. Nee. Dat zit hier. Ja. ja, het stukje... We zijn eigenlijk allemaal al gelukkig als je het kan zien dat je dat bent. Ja. Je, je zegt, ik ben niet zo'n voorstander van eindeloos praten met psycholoog. Herken ik mezelf daar ook wel heel erg in. Op een gegeven moment is dat misschien wel genoeg. EMDR-therapie, dus geef je aan dat je een groot fan van bent, staat ook uitgebreid in je boek. Kan je daar iets over vertellen? Ja, dat is, uh, nou, ik kan niet precies heel goed uitleggen hoe het werkt, maar uh, hoe ik het dan uitleg is dat, dat de traumadelen uh, die zeg maar heel erg aanwezig zijn, waardoor je getriggerd wordt uh, dat die naar een ander gedeelte van je hersenen gaat, doordat je een lichtje volgt. Dus je wordt gevraagd om aan iets verschrikkelijks te denken, wat je hebt meegemaakt. Ja. En dan moet je een lichtje volgen. En dan ook soms hebben sommige therapeuten ook nog een dingetje in je handen wat trilt. En doordat je die oogbewegingen maakt, gaat het naar een ander gedeelte van je hersenen. Dat het niet meer aan de voorkant echt zit. Dus ja. wat ik heel snel merkte, eigenlijk na één sessie al: in het um, niet goed genoeg thema. Uh, wat is dus helemaal, dan ging ik helemaal naar het begin van waar is dat ontstaan? Nou, dat is ontstaan bij die vader die zei: je kan niks en bla 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 bla. Nou, dan ging ik daar helemaal naar terug. En daarna nog alles wat daarna is gekomen in mijn leven, wat dat nog meer heeft gelaagd. En ik merkte al heel snel dat ik veel beter met mijn toen destijds puberdochter om kon gaan na die sessie. Want als zij dan daarvoor met haar ogen rolde, dan dacht ik: oh, vind je me weer geen goede moeder? Want dan werd ik heel ah, erg geraakt ja. in: ik ben niet goed genoeg, snap ja. je? En dan doe je je best voor je kind, maar een kind is gewoon een puber en die mag ook puber zijn. Ja. En dat is heel ondankbaar, maar dat hoort er gewoon bij. Ja. En daar werd ik persoonlijk in geraakt door mijn ja. eigen thema's. Ja. En doordat ik dat, ik weet nog dat ik eerst dan echt ruzies kon krijgen met mijn dochter. En na die EMDR-sessie weet ik nog dat ik helemaal het overzicht had en dat ze weer met haar ogen ging rollen en verwijten ging geven zoals een kind mm. dat kan doen. Ja. En daar kwam haar vader ook nog even overheen op die dag. En normaal had ik me dan aangevallen gevoeld door twee mensen weet je. en nu dacht ik, nee, dit gaan we niet doen. Dat is niet van mij. We zijn hier eventjes om op te lossen en niet om ruzie te maken, weet je. En toen ineens dacht ik, oh, het werkt. Die sessie, ik heb de controle en toen dacht ik, dit is echt. Ik belde ook meteen jullie op. Nou, Ik had een gesprek en hier ging met haar ogen rollen en ik voelde me niet aangevallen en uh, dat was echt mooi. Dacht ik, dit werkt echt. Okay. En je triggers zijn nog steeds wel je triggers. Je kan nog steeds wel denken van, oh wordt uh, geraakt, maar je hebt gewoon het over. Je reageert niet meer vanuit je trigger. Ja. ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen uh, herkent. Maar ik herken dit zelf namelijk ook heel erg. Ik was ook... Als Jeroen, mij, Jeroen is mijn compagnon, als hij mij zou moeten omschrijven, dan tien jaar geleden, toevallig hadden we het daar gisteren over, zou hij ook zeggen driftkicker. Het oh ja. was gewoon instant reactie op alles waar ik op kon reageren. Ik heb toevallig zelf ook EMDR gedaan. Mega interessant, mega waardevol. Om gewoon uit te kunnen zoomen. Ja. En dingen gewoon te zien als, dit mag gewoon lekker aan mij voorbij gaan. En dan reageer ik gewoon in rust en liefde op. Yeah. Dus ik vind het super tof dat je dat ook, dat je het, en ook zo ervaren hebt. Ik denk yeah. dat dat voor veel mensen uh, misschien een mooie stap is om te gaan volgen. Ja. Yeah. EMDR-therapie. Hey, heel even terug, uh, uh, klein stukje terug in de tijd over een stukje manifester. Mm -hmm. um, dat komt ook ergens vandaan dat jij dit benoemt. Uh, Wat is een manifester? Komt dat uit een andere vorm van therapie? Hoe heb je dit ontdekt? Wat is dit? Neem nou, het ik, mee. ik had er eigenlijk nog helemaal niet zoveel van gehoord. Totdat mensen zeiden: wat is jouw human design? Wat is je human design? <laughs> dus toen ben ik het gaan googelen. En toen ben ik erachter gekomen dat ik een manifester ben. Mm -hmm. Dus je hebt uh, verschillende manifesting-generator-generator generator of zo. En, en uh, manifesters en dan nog eentje. Het is ja, ik weet niet precies hoe het werkt. Ik heb het laten maken. Ja. Uh, dus dan het is het een beetje net als je astrologie. Ja. Uh, dat je dat, uh, ja, dat laat uit op maat laat maken, zeg maar. En daarin lees je dus eigenlijk gewoon je karakter terug. Ja. En uh, dat was wel ook heftig, maar ook confronterend. En tegelijkertijd dacht ik... hebben we überhaupt invloed op wat dan maar ook? Want wat ik hier lees is gewoon precies zoals ik ben. Ja, dat was mijn volgende vraag. Ja. Heb je, heeft dus de omgeving dan eigenlijk wel invloed nou, op je? Nou ja, dat, bent daar ging ik persoon. dus op een gegeven moment aan twijfelen omdat mijn koping er zelfs in stond. Uh, boos, ja. weglopen. Dat stond erin. Toen dacht ik: Oké, okay, dus als er in mijn. Uh, human design staat. dat als ik boos ben, ik wegloop. Ja. En de deur dichtgooi. Uh -huh. En een ijskoning in wordt. Komt het dan door mijn jeugdtrauma's? Of was dit al voorbestemd? <laughs> ja. Is dit gewoon zoals het is? Ja. Wat ik dacht, dat komt door mijn onveilige hechting. Mm -hmm. Maar toen legde mijn juf op de coachingopleiding aan de Weg uit. Uh, dit is jouw coping uh, voor als je dat jeugdtrauma hebt gehad. Oh. Oké, okay, dus, maar stel dat er dan dus geen jeugdtrauma was geweest. Dan heb je die coping ook niet. Hmm. Dus toen ben ik weer anders naar gaan kijken. Oh, interessant. Ik heb zelf ook een keer in de Human Design, ik moet eerlijk zeggen dat ik me er te weinig in verdiept heb om uh, precies iets over te kunnen zeggen, maar ik vind het dus wel interessant om bij jou dit stuk te horen, dus is het al vastgelegd ja of nee? En dan kom je ook een beetje bij dat stukje blauwdruk. Is jouw blauwdruk dan, wordt die gevormd door überhaupt hier gewoon te zijn? Ja, of? als je sommige mensen, of als je het boek, uh, hoe heet het nou? De, um, uh, de Cursus in wonderen zou geloven, dan niet. Dan heb je gewoon helemaal niks voor te zeggen. En dan is het gewoon dat we worden gelezen en denken dat we een vrije wil hebben, maar het niet hebben. Dus pak ik dit kopje of niet, is al bepaald. Nou, pak. <laughs> <laughs> Oké, okay, wat geloof jij jezelf in? Is alles al bepaald? Ja, ik heb, ik heb hier met mijn broertje echt pittige discussies over gehad. Die, uh, die er ook in geloof dat je geen vrije wil he, hebt. En ik vond dat een excuus voor niet je leven uh, aan te pakken, zeg maar. Ja. En toen uh, ja, dan noem ik altijd de dingen die ik heb gemanifesteerd. Hè. Ja. Goede tijden, slechte tijden. Ja. Ieder meisje, jong meisje. In een tijd waar dat de enige serie op televisie wil daarin spelen. Ja. En het is mij gelukt. Dus ik riep het ook uh, in groep 8 op mijn 12e. Ja. Wacht maar tot ik in goede tijden en slechte tijden gespeeld heb. Oké, okay, daar ben ik dan heel hard voor gaan knokken. En castingbureaus, is dat dan voorbestemd? Nee, dat heb ik denk ik wel zelf gecreëerd. En hij zegt: Nee, jij, jij, ben, jij wist dat gewoon dat je dat zou doen omdat dat al voorbestemd was. Dus het is maar hoe je het uitlegt. Maar ik geloof, ik geloof dat niet. Want toen ik in die. Um, receiving modus ging eventjes anderhalf jaar toen uh, ging ik meteen verlies draaien in mijn bedrijf <laughs> <laughs> toen dacht ik doe hier, Ik ga gewoon de controle weer terugpakken ja. maar ja wat die mensen dan weer zeggen of die leer dan weer zegt is ja maar dat hoort er ook bij en dat is ook allemaal voorbestemd ja ik weet het niet ik weet het niet ik zou je weet het eigenlijk gewoon niet maar nee. we weten überhaupt niet wat we hier komen doen voor we volgens doen mij. eigenlijk allemaal maar wat ja, ja dat vind ik altijd, maar we doen eigenlijk allemaal maar wat ja ik vind het wel een mooie want je uh, je geeft zelf ook best wel vaak aan, ik heb dingen gemanifesteerd, mm -hmm. uh, maar vervolgens zie, zie en lees ik, tenminste alles wat ik van je geluisterd heb en alles wat ik van je gelezen heb, dat je overal fucking hard voor gewerkt hebt. Is het dan dus zo, je manifest het, maar je moet er knet hard voor werken? Ja, want manifesteren is niet zitten en de receiving mode. Dat is een beetje nu zo'n stigma wat je vaak voorbij ziet nee. komen, er is ook heel veel kritiek op. Hè? Van, uh, ik leer jou wel eventjes manifesteren en dan komt het je allemaal aanwaaien. Het leven op Bali, het leven in de zon en hoe dat er mooi uitziet. Maar eigenlijk hoor ik jou meer zeggen: oké, okay, je moet het echt willen. Nou, ik denk: uh, um, wat ik denk is dat zeg maar, je gedachten bepalen hoe je je voelt. En uh, je, hoe je voelt bepaalt wat je doet. En wat je doet bepaalt wat je re resultaat zeg maar, ja. is. Dus als je goede, mooie gedachten hebt, dan heb je een mooi resultaat. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, we hebben ja. 60.000 gedachten, tussen 12.000 en 60.000 gedachten per dag. Dus om die nou allemaal met drie affirmaties te kunnen beïnvloeden, ja, daar geloof ik gewoon niet in. Nee. Als jij negatief bent, kom ik weer even bij het verhaal van mijn broertje die wat donkerdere gedachten heeft als mij. Ja. Die kan niet vier affirmaties of tien affirmaties per dag zeggen en zich dan goed voelen. Nee. Uh, dus hoe kan je zo snel mogelijk je goed voelen, denk ik. Uh, is door te doen wat je het allerleukste vindt. Want als jij iets doet wat je leuk vindt... ik vind het heel leuk, heb met jou het gesprek... zit ik niet op de achtergrond uh, negatieve dingen te denken. Nee. Dus door te kiezen iedere keer voor wat je het allerleukste vindt... kom je in een happy state. En als je in een happy state komt... dan kom je ook in positievere gedachten. Dus dat ja. is eigenlijk weer die fysiologische cirkel. Dus als je begint gewoon met te doen wat je leuk vindt... Ja. dan volgen die gedachten wel... En dan zeggen mensen, ja, maar je kan niet altijd doen wat je leuk vindt. Nou, je kan wel proberen om het zoveel mogelijk te doen en dan naast dankbaar te zijn. Ja. Maar ik geloof niet dat je 12.000 gedachten kan sturen of 60.000 gedachten kan sturen. Um, wat ik mezelf heb aangeleerd is, als ik me niet goed voel, oké, okay, dan kijk ik, oké, okay, waarom voel ik me nu niet goed? Hè? Ja. Nou, dat mag er echt wel even zijn, maar niet te lang. Ik ga nee. me er niet in verdrinken, dus ik ga het niet voeden. Mm -hmm. ik ga het voelen, maar niet voeden. Ja. En dan voel ik het even en dan kan ik het weer loslaten. En als ik merk van ik kom er niet uit, dan heb ik een hulplijn. Dus dan heb ik of muziek. Ja. Nou, als ik er met muziek niet uit kom wandelen. Als ja. ik met wandelen niet uitkom ga ik naar de paarden. Paarden is wel als laatste, want ik wil niet mijn ellende bij hun neerleggen. Ja. En anders ben ik een vriend. Waarvan ik weet als ik deze vriend bel, vriendin bel. Nou, dan ben ik in één keer in de happy state. Ja. Ja. En dan zorg je dat je jezelf continu in die happy state brengt. Waardoor je gedachten positief worden beïnvloed. Waardoor je een positief leven krijgt. Ja. Dat ik... denk ik dat de key is. Je zou het... Maar stel dat je negatieve verdachten hebt, eerst zelf aankijken. Hoe kijk je dit zelf aan? Dus wat kan iemand doen? Vaak denken we onbewust. Hè? Dus je hebt een meer eerder negatief gevoel. En dan ja. denk je, ook oh, voel me niet zo lekker. En dan wil ik wel altijd even herleiden waar dat vandaan komt. Dus dan denk ja. ik, oké, okay, wat dacht ik net? Welke e-mail heb ik net geopend? Wat heb ik net voor post geopend? Wat heb ik misschien voorbij zien komen op social media? Want vaak is, is het dat. Dus word ik even bewust van waar dat negatieve gevoel vandaan komt. Ja. En ik, oh ja, ik dacht hier net aan. Dat is niet zo'n fijne situatie. En dan ga je er bewust aan denken. En dan denk ik: oh ja, wat kan ik het oplossen? Uh, heeft het even de ruimte nodig? Moet ik het even doorvoelen? Maar het gaat zo vaak onbewust bij mensen waarom ze zich niet goed voelen. En ja. ik denk dat als je daar dan heel even bewust van mag worden, dan, ja, dan kan je het door hebben waar het vandaan komt. En dan zie je, herken je ook een patroon. Ja. En dan kan je er ook iets tegen doen. Deze podcast wordt gehost door Team Werkatleet. Werkatleet kun je kennen dat we mensen letterlijk in werkatleet veranderen. Dat doen we door les te geven in optimale gezondheid. Daarnaast wordt deze podcast gesponsord door het supplementenmerk Motion Supplements. Het enige merk in Nederland dat 100% clean producten aanbiedt. Je kunt de producten bestellen via www.motionsubs.nl ja, en ik las in je boek een mooi stuk over het voorbeeld van de fietsband. Nou, als je ja. fietsband ooit lek is, ja fuck it, laat hem maken, boeien. Het is maar een fietsband en we gaan weer verder met ons leven. Of je kan gaan denken, oh, mijn fietsband is kapot. En dit is eigenlijk ook kut. En dit is kut. En dit... Nou ja, en dan ga je dus dat verhaal aan iedereen vertellen. Want ja. dat merk je dus, oh, weet je wel. Dan iedereen gestaan. heeft het dan gehoord. En ja. dan bel je met die om het nog even te vertellen. En met die, en met dat. En terwijl je ook kan denken inderdaad, van ja, uh, die fietsband is kapot. Misschien heeft het me voor een ongeluk behoed. Want anders ja. was ik misschien doodgereden, wij zo spreken. En, maar we maken het verhaal zo groot. Ja. En ik denk dat we mooie verhalen groter moeten maken. En de rest gewoon. Maak die fietsband en hou je bek niet. <laughs> ja. ja, ik zit helemaal in de team. Wij hebben ook als een van de regels dat er uh, bijvoorbeeld niet geklaagd mag worden over het weer. Nee, dat ook. Je, je hebt er totaal <laughs> geen impact op. Ja, het regent. Ja, hoe give ze? fuck. het is wel heel het... fijn dat het hier regent. Die plantjes hebben allemaal water nodig. Ja, je doet er niks aan. Uh, denk, uh, heel klein stukje. Je moet doen wat je leuk vindt. Vind ik mega interessant. Ik heb ook het. Misschien het geluk. weet ik niet of dat het geluk is. Ik doe absoluut wat ik leuk vind. Elke dag opnieuw dat ik hier met jou mag zitten, vind ik echt een feestje. Um, hoe kom je erachter wat je leuk vindt? Ja, dat is wel uh, iets wa waar ik je niet mee kan helpen. Wat je echt zelf moet doen. <laughs> maar dat zie je dus wel heel veel. Dat mensen. Hoe ben jij erachter kan wat ja, je ja, echt ik leuk vond? Wist, dat vind ik dus heel moeilijk om, om te zeggen. Omdat ik wist het gewoon meteen. Ik wist gewoon als kind wilde ik actrice worden. Ik wilde in goede tijden spelen. Nou, gelukt. Weet ja. je wel? Um, ondernemen. Ik, heb ook wel, ik denk dat je er ook sneller achter komt door gewoon dingen te gaan doen. Dus gewoon ontdekken van wat je ook niet leuk vindt. Want ja. hoe sneller je ontdekt wat je niet leuk vindt, hoe dichter je bij komt wat je wel leuk vindt. Ja. Dus gewoon dingen gaan doen, uitvinden. Maar als je met buikpijn, tegenzin naar je werk gaat, zit je gewoon niet op de juiste plek. En je werk is gewoon een heel groot onderdeel van je leven. Ja. En dat is ook met partners. Ja. Ja, want mensen kunnen mij dan misschien veroordelen omdat ik verschillende partners heb gehad. Maar ik kies voor mezelf. Ja. Dus op het moment dat ik het niet meer leuk vind, dan ja. stop ik ermee. Ja. En dat blijf ik net zo lang doen tot het niet meer hoeft. Maar ja. ik denk dat er heel veel mensen blijven zitten in een relatie. waarin ze denken: is het hem wel, is het hem niet? Ik, ik weet niet, ik voel me eigenlijk niet gelukkig, kan mezelf niet zijn. of voel me niet gezien of gehoord. En die blijven daar toch in zitten. Ja. En die worden ziek. Ja. Paarmoederhalskanker, borstkanker, weet ik veel wat de mensen allemaal krijgen. Ja. En dan. Elke dag ga je eigenlijk naar een omgeving die niet zuiver is, die eigenlijk gewoon niet schoon voor jou is. Ja. Dus ik denk dat, dat dat gewoon belangrijk is, dus dat je echt denkt van oké, okay, ik ben niet gelukkig op mijn werk. Oké, okay, ga je iets anders doen. Ja. Je hebt wel de keuze. Ja, je hebt niet altijd de keuze. Je hebt wel de keuze. Je kan er is genoeg werk. Ja. En dat is weer die filters hè. Als jij wil geloven dat er geen werk is, nee, dan is er inderdaad geen werk. Ja. Ja. Ja, ik denk, veel, ik denk dus ook daarin een stukje belemmerende overtuigingen. Ja, als ik wegga, dan heb ik niks meer. Of als ik wegga bij mijn partner, diegene verdient al het geld, dan heb ik niks meer. Wat moet ik dan? Of als ik wegga bij mijn werk, dan verdien ik niks meer. Wat moet ik dan? Daar een um, heel groot thema, belemmerende overtuigingen. Nou, hoe dat je daarmee aan de slag kan gaan, is dus in ieder geval te zoeken waarom dat die er dan zijn. Ja, um, ja maar als jij bent opgevoed met, door ouders die bijvoorbeeld altijd tegen je zeiden dat je... Um, uh, of laten we zeggen dat je opgevoed bent met ouders die bij elkaar bleven terwijl ze niet gelukkig waren. Is dat ja. ook het voorbeeld wat je ge hebt gehad? Of dat je ouders zeiden, doe maar wel studeren en doe maar gewoon die vaste baan, want dat geeft je zekerheid. Maar ergens is dat kleine vlammetje in jou wat denkt, ik wil ondernemen. Ja. Maar je durft niet, omdat dat stemmetje, die stem van je ouders, de hele tijd zo... Ja, nee, dat moet je niet doen hoor. Dat is, allemaal, ja. dat is hun angst, wat ze op jou projecteren, omdat zij het niet hebben gedaan. Ja. En durf te kiezen voor jouw leven, denk ik. Wat jij wil. Leef niet het leven van een ander. Dat zie je heel veel in culturen, dus ook in de Turkse en de Marokkaanse cultuur. Dat mensen gewoon trouwen met iemand. omdat hun ouders dat willen. Maar ja. jij zit met die persoon op de bank elke ja. avond. Ja. ja, ik denk dat dit uh, de allermooiste. Ik heb hier ooit ook een keer veel kritiek op gekregen. toen ik zei: er staat maar één iemand op nummer één. en dat ben jezelf. Ja. In dit leven. Ja. ja, en wat van de mensen om je heen. En wat van de. Ja. Als jij zelf niet happy bent. Dan heeft iedereen daar ook last van. Ja. Laten we wel wezen, als ik niet lekker in mijn vel zit, heeft iedereen hier op kantoor daar echt last van. Ja. En dan is dat maar een klein ja, groepje van mensen om mij heen. Maar ja, daar heb je gewoon, iedereen heeft daar last van. Een ja. um, stukje terug te naar hetgene doen wat je leuk vindt. Wat je zei, ik voelde dit altijd al. Je voelde dat je actrice wilde worden. Je voelde uh, dat je paarden wilde hebben. Ja. Inmiddels ben je van actrice, heb je twee of meerdere hele grote bedrijven in uh, sport en gezondheid. Uh, gehad, nu ben je eigenlijk een beetje terug op je oude pad, mag dat zo zeggen? Ja, uh, in... ja, ik voel dat mijn purpose anders is, wordt nu dus, um, ik ben allereerst wel echt super trots op Killerbody en wat ik heb bereikt daarmee. Uh, ik wil dat ook echt waarderen. Het bedrijf, ik heb een bedrijfsopstelling gedaan, oké, okay. dus. Uh, ik weet ook dat Killer Body de aandacht verdient. Uh, want ik geloof nu ook echt dat een drijf en ziel heeft. En um, ik ga dat gewoon heel mooi uh, groot brengen, mijn kind. Maar daarnaast voel ik ook dat ik iets meer wil toevoegen aan de wereld. In de zin van, nou ja, eigenlijk over gezondheid, geestelijke gezondheid. Ja. Ik vind het super mooi om mensen te helpen die niet lekker in hun vel zitten. En ja. eigenlijk met een paar simpele dingetjes. Uh, bewustwording kan creëren. Dus daarom ben ik eigenlijk uh, de opleiding paardencoach gaan doen. Ja. Coach met paarden, omdat het voor mezelf echt een heel mooi inzicht was... vijf jaar geleden ongeveer, met die paarden. En toen dacht ik, jeetje, dit is zo bijzonder... dat ik die opleiding mee gaan doen. En ik word daar echt heel gelukkig van. Ja, ik zie het ook. Ja. <laughs> het was zo ook afgelopen weekend had ik een retret. We doen dan één keer in de maand bij mij, ja. twee dagen. Ja. En het was zo bijzonder. Die eer... Dat was de allerbijzonderste sessie die ik heb gedaan met de paarden. Wij doen dan groepsessies met acht mensen. En die stonden op een gegeven moment alle acht te huilen in het weiland. En op een gegeven moment kwam hij erbij en toen dus gingen ze met z'n allen knuffelen. Ja, het was zo mooi. <laughs> ja, het was echt super mooi. En, en ik doe dat dan samen met Lindsay, dat is een collega. Omdat je, als je een grote groep doet, kan je het niet alleen doen. Nee. En wij kijken elkaar dan echt aan. En denken, denk: wauw. Ja, en ik heb ook al gewoon een paard wat het gewoon heel leuk vindt om te doen. Ja. Het is toch leuk. Ja, bijzonder ja. vind ik dat. Ik ben zelf uh, opgegroeid op een manege. Dus ik, ik herkende liefde voor dieren. En wel in een andere hoek. Mijn moeder had een manege en die reed paard met kindje met een beperking. Dus ook zorg, dat heeft ze 25 jaar lang gedaan. Uh, zorg voor kinderen met een handicap met paarden. En 25 Mooi. jaar geleden vond ik dat heel erg raar vooral, en begreep ik dat nooit zo goed. Fijn, wat kan je nou met een dier doen? En nu, eigenlijk, naarmate ik iets ouder begin te worden, heb ik daar zoveel waardering voor. En die vind ik dat dus juist zo mooi. Dat ook uh, ja, jou heeft te benoemen als voorbeeld. Je hebt zo'n gigantisch groot bereik om andere vormen van heling te laten zien. Van ja, het hoeft niet altijd alleen of het hoeft niet met een menselijke therapeut te zijn. Iets anders van moeder, natuur kan ook een, uh, een gids zijn in jouw ja. weg naar gezondheid. Ja. En uh, hoe uh, ziet zo'n dag eruit? Hoe moet ik dat uh, voor me zien? Mm. Nou, dan uh, doen we met ademwerk. Dus dan heb ik Ruud van der Wiel, dat is een ademcoach. Daar werk ik ja. mee samen. En die doet dan de mensen binnen, acht mensen, een ademsessie geven. En dan ga ik met andere acht naar buiten. En dan doen we een paardencoachingsessie. Ja. En een groepscoachingsessie is wel totaal anders dan één op één. Okay. Maar wat je eigenlijk dan ziet, is hoe iemand zich weer houdt in een groep. Dus dat kan ook. Uh, Eén van de acht ten opzichte van de. Nou, je ziet gewoon, wat je ziet, is dat. Uh, hoe iemand functioneert normaal gesproken ook op zijn werk of in zijn familie. Dat komt heel erg naar je gedrag, wordt gewoon uh, ja. uh, vergroot, eigenlijk. Ja. Want je moet samenwerken, je krijgt een soort activiteit. Dan denk je zo, uh, hoezo moet dat, <laughs> weet je wel. En dan zie je dus hoe mensen reageren op een activiteit, op samenwerken, ja. op grenzen, ja. op geen grenzen. Je ziet heel erg mijn paard. Want in de eerste instantie denk je van: oké, okay, gaat hij nou reageren op de energie van de hele groep? Maar dan zie je dus heel duidelijk dat hij per persoon anders reageert. Dus zij dat, moeten dat bijvoorbeeld in hun eigen ruimte blijven staan. En dan. Als, hij, als jij moeite hebt met grenzen aangeven, dan loopt hij gewoon jouw ruimte in. Maar als jij bijvoorbeeld als intentie hebt, ja, ik wil wat opener worden en ik wil wat meer contact. Ik heb een muur om me heen, maar dat heb je nog steeds. Als je daar staat in het weiland, dan loopt hij je zo voorbij. En je ziet ook dat thema's worden geraakt, als bijvoorbeeld niet gezien worden. Dus. Um, en alles hoort erbij. We hebben heel erg in de opleiding geleerd van uh, trust the process. En afgelopen week gingen mijn paarden liggen. Dus tussen de sessies door. Dus dan hebben we één sessie gehad en dan gaan we even lunchen. En dan draaien we het weer om. En in die lunch zijn ze gaan liggen. Want ik haal altijd eentje even weg ja. eruit. Maar ze toen kwamen we terug voor de tweede sessie. En toen lagen ze allebei in de wei. Gewoon. Um. En toen dacht ik eerst: shit, shit, uh, ze liggen. Uh, ze moeten werken. Ja, zo weet het natuurlijk niet. Maar ze moeten natuurlijk helemaal niks. Nee. En uh, dit is ook het werk. En, en toen dacht ik, oh ja, trust the process. Dit hoort erbij. En dat was super mooi, want die mensen werden geraakt in, in allerlei dingen van ook. Oh, ik, ik heb ervoor betaald en ik wil dat het paard mij nu gaat vertellen, maar dat ging over hun allemaal. Weet je, hun verwachtingsmanagement en ja. uh, of ze zien me niet. Hij heeft zijn ogen dicht. Ik, dat gaat over ik word niet gezien. Ja. Weet je wel. En waar gaat dat dan weer over? Krijg je dat dan ook terug tijdens? Ja, dat, dat zeggen ze. En kijk, in principe uh, stel ik alleen maar objectieve vragen of, uh, of ik uh, waarneem. Objectief, dus ik zeg hij ligt. Hij doet, ik zie dat hij zijn ogen dicht heeft. Ja. Waar gaat het over? Of als iemand zegt van uh, ja, uh, ik wil waar voor mijn geld? Dan zeg ik waar gaat dat over? Ja, oh. en dat en dat, uh, dat, ja, dat, er komen er allemaal dingen los. Ja, wat maar. is waar krijgen voor je geld? Vaak nou, hebben ze daar dan ook niet per se een antwoord op. Wat is het waar krijgen voor je geld? Ja, maar dat laat ik dus helemaal bij hun dan. Ja. En wat krijg je dan terug als je zo'n uh, vraag stelt. Um, nou, ja, ik heb wel eens één keer gehad van, van ja, je zet ons gewoon uh, met een paard in de wei. En uh, <laughs> dat was wel heel grappig. Want ik heb wel echt geleerd. Want voorheen zou ik me hebben verdedigd voor die ja. opleiding. Ja, ja, maar nu, ja, ja. ik laat het he helemaal. Bij diegene. Want dat thema van diegene is gewoon. controle willen hebben. Alles willen begrijpen. Want wat ze willen doen. is dan. ze willen van mij horen. wat het betekent. wat het paard doet. Ja. Maar ik. dat hebben we het weer over filters. Wat ik zie. is een hele andere waarneming. Waar, ja. werkelijkheid. als wat jij ziet. En je ja. bent er voor jou. Dus ik ga niet aan jou vertellen. Wat het voor jou betekent dat hij dit doet. Nee. Dat, dat is jouw reflectie wat jij kan hebben op het paard, zeg maar. Ja. Dus als dat meisje stond, echt zo van: ja, ik wil nu dat je vertelt wat het betekent. Weet je wel. <laughs> ik heb hiervoor betaald en ik wil dat je het nu vertelt. Maar ik blijf dan gewoon stil en ik kijk je gewoon aan. En Intimiderend ook wel. En ik laat het bij jou. En um, het was wel heel mooi, want we, we zetten al de herhaling in. Dus dat paard was niet naar haar toe gegaan ook. Oef. Dus naar iedereen behalve naar haar. Er waren ook allemaal mensen aan het huilen. En zij ja, voelde zich gewoon niet gezien, denk ik. Dat vul ja. ik dan even in. En uh, toen liet ik het even bij haar. In de tweede ronde kwam je meteen naar haar toe. Dus kijk, dat hele... Ik wil dat je vertelt wat het betekent. En we staan gewoon in een weiland met paarden. En, uh, het, is, het is onzin. Dat, ja, dat, dat ging over haar zelf. Maar uh, toen het paard dus naar haar toe ging... Uiteindelijk, tweede ronde was het allemaal weer prima. Wel? <laughs> ja, ik heb uiteindelijk waar voor mijn geld. Maar <laughs> ik kom uiteindelijk naar me toe. <laughs> ja, dus, maar er gebeurt natuurlijk heel veel binnen ja. hunzelf. zelf. Oh, ik vind het echt mega interessant. En dat wordt gewoon heel erg vergroot, juist omdat ik mijn mond hou. Ja. ja. Snap je? Als ik het ga zitten invullen of uitleggen of zo, ja, dan, ga, dan dat werkt dat natuurlijk. Ja, en ja, dus dit is natuurlijk sowieso al een, een stuk überhaupt in de coachingswereld. Mensen gooien hun shit bij jou in je handen. Ja, los jij maar een shit maar op. Vertel jij maar wat ik moet doen of wat ik kan doen. Ja. Ik denk dat dat. Ik denk dat elke coach dit namelijk herkent. En zeker de mensen die er op een gegeven moment mee stoppen ook. Dat dit een van de redenen kan zijn om het te stoppen. Dat iemand maar zijn shit in jouw handen gooit en wil dat jij het allemaal oplost. Ja. Ik vind dit wel heel, uh, maar het mooie knap. ervan is, bij mij, is dat het mij dus uh, totaal geen energie kost omdat ik heb geleerd het echt bij de ander te laten. Ja. Daar zijn wij heel erg op getraind ja. binnen die opleiding. Want in het begin wilden we dan nog uitleggen. En heb je nog de neiging. of om je ja. te verdedigen of iets. Maar dat gaat allemaal over, ook over mij. Ja. En over mijn thema's. Op het moment dat ik me zou willen verdedigen tegen haar. dan gaat het weer over mij niet ja, goed ja, genoeg ja, 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 ja. Uh, voelen. En ik voelde me daar helemaal niet in geraakt. Ja. Um, maar wat wilde ik zeggen. Uh, Oh ja, dat ik niet moeder van word. Omdat het, ik laat het ook helemaal bij de paarden, snap je? Ja. Dus ik faciliteer het. En ik zeg oh, hij loopt naar achter, hij loopt naar voren. Ik zie dat hij op je voet gaat staan. Ik zie ja. dat hij tegen je aanduwt, bij wijze van spreken, waar gaat dat over? Oh, je dat... stelt de vraag aan de uh, coachie, zeg ja. maar, wat dat betekent. En zij ja. vullen dan vervolgens in wat dat ja. voor hun betekent. Ja, en dan ja. en dan zie je dus hoe, hoe belangrijk het is om dat niet zelf in te vullen. Want wat e ik eventueel zou kunnen denken wat het zou kunnen betekenen, komt vaak iets heel anders uit. Ja. Ja, en dan gaan ze geloven dat hetgene wat jij zegt dat dat de waarheid ja, is. Ja, maar dat is het natuurlijk ja. helemaal niet. Ja, dat is ook heel gevaarlijk. Ja, en dan komt er iets heel anders uit. Denk je, oh, wat grappig dat ze dit dan zeggen, weet je wel? Ja. <laughs> ja. ja. Ik ga echt ook allerlei dingen door mijn hoofd. Echt super interessant. Ik kom het een keer doen. Het lijkt Leuk. me echt uh, ongelooflijk tof. Welkom. Ja, gewoon. Uh, ook omdat ik wel gewoon veel liefde heb voor paarden, want ik vind het gewoon echt. Uh, ik vind dit dus heel magisch dat dieren dit kunnen. Ja. Dat vind ik vooral gewoon heel bijzonder. Hey, je, je doet dus uh, onder andere tretten, spaardencoaching... ook een op coaching dan, begrijp ik? Nee, dat doe ik dus niet. Maar wel Kijk voor jou niet. en dat okay. wel voor sommige mensen doe ik dat. Ja. Maar daar heb ik gewoon op dit moment geen tijd voor. Omdat kinderbody ja. gewoon veel tijd... Dat was mijn toe. volgende vraag. Hoe Die, doe je dit in godsnaam? Ja, nee, daarom. Dat, dus ik vind dat wel jammer dat ik dat nog niet kan doen. Ja. Dat komt straks over een paar jaar wel. Dat ik dat echt kan gaan doen. Maar daarom heb ik het dan nu... om ook echt ervaring op te doen en te blijven leren... doen we dat dan nu... Uh, twee dagen per maand. En dan kan ik ook meteen 16 mensen helpen. Ja. En uh, soms uitzonderlijke gevallen doe ik wel een een-op-een. -een. En uh, voor de opleiding heb ik destijds heel veel een-op-eens gedaan. Want dat moest natuurlijk voor de opleiding. Ja. Maar dat komt in de toekomst. Want nu heb ik heel erg ook duidelijk gezien... Uh, tijdens mijn uh, opstelling M met Els van Stijn... heb ik dus een bedrijfsopstelling gedaan. Ja. Dat ik echt mijn verantwoordelijkheid moet nemen ja. voor mijn bedrijf. Ja, ik wou zeggen, want je hebt gewoon een miljoenenbedrijf hoe run je miljoenenbedrijven en doe je dit soort dingen er nog naast ja, en dit heb je ook nog kinderen dit soort dit en dit geeft kinderen. me echt heel veel energie zeg maar die waardecoaching. Ja. en uh, killerbody ja dat um, dat kost heel veel energie dus je wil okay. ook weer opladen ik moet opladen want dat is gewoon heel veel operationele dingen ja. nou ja heel veel te maken met wetgeving voedselveiligheid supermarkten marges uh, ja. allemaal dat soort dingen en dat kost mij heel veel energie ja dat snap ja. ik dat begrijp ik. Want ik ben heel creatief en ik vind het leuk om dingen te bedenken en ik vind het leuk om formules te bedenken. Maar dat, dat, dat heb je dan iemand anders die gewoon de operationele zaken runt en jij bedenkt de ideeën en iemand anders um, ja, we... stuurt het team aan en voert het verder uit. Nou, we hebben niet een heel groot team. Ik werk met heel veel uh, externe partijen, dus mijn logistiek is allemaal uit, ja. door en uh, ik ben vorig jaar van zeven man naar drie man gegaan. Oké. Okay. En nu komt mijn dochter me ondersteunen. Dat vind ik ontzettend oh, leuk. Oh nee joh. Oké. Okay. Ja. ja, ze doet al de retret, dus de administratie en de backend, zeg maar, daarvan. Ja. Dus daardoor was het echt uh, ontdekt dat het leuk is samenwerken. Oké. Okay. Heeft dat uh. frictie ook? Nee, helemaal niet. Lijkt ze op jou? We zijn complimentair aan elkaar. Nee, Wat? ze lijkt niet op mij. Nee. Oh, want nee. <laughs> <ik lacht> <net>, anders <laughs> krijg je dus <laughs> zomaar gouden bij. Nee, misschien. nee, nee, ze, nee. Helemaal niet. zij is de rust zelf. Mm -hmm. uh, ik ben heel uh, extravert. Zij is introvert. Ja. Um, ze is gecontroleerd. Ja, nee, totaal uh, complimentair. Nou, ja, wat fijn. Ja. Wat mooi. Ik vind het altijd wel knap uh, als je sowieso met familie, maar met je eigen kind kan me voorstellen dat dat best wel. Uh ook wel wat struggles kan geven. Ja, nou ja, dat, dus ik heb dat nu, nu drie retretters gedaan met haar. En ze kan ook ontvangen, dus als ik zeg, want dat had je beter niet kunnen doen, weet je wel. Dan, ja. Oh ja, je hebt gelijk, mam. Zo. Okay, dus toen dacht fine. ik, ja, en, en in principe heeft ze niet zoveel met mij te maken ook, want zij gaat dat hele stukje operationeel en logistiek doen en al die dingen waar ik me helemaal niet mee bezig hou. <laughs> <laughs> waar wil je nog naartoe met Body? Wat Killebody? Uh, nou, we gaan Doe? dus nu naar het Midden-Oosten. We gaan naar Curaçao, Aruba, Bonaire en Suriname. Okay. Ik heb een deal gemaakt met een distributeur voor internationaal. Dus dat ga ik niet zelf doen. Nee. Dus dat is heel fijn. Want ik heb dus niet die ambitie om in ieder land een kantoor te openen. En personeel en dat soort dingen. Nee. Ik ben um, laatst voorgesteld door de distributeur in Nederland... aan 70 distributeurs in, over heel de wereld in Duitsland op de beurs. En heel veel landen interesse getoond. Kijk. Maar ook onder Israël en maar stap voor stap. Ja. Dus um, ja, nu gaan we uitbreiden. Jeze. Nederland is natuurlijk wel een heel klein land. Ja. En tuurlijk, wellicht in 2000 uh, supermarkt als het niet meer is. Alleen, uh, ja, je, mensen denken dan ja, dat, dat dat heel veel aantallen zijn. Maar denk aan twee per week per winkel met een maaltijdshake, zeg ja. maar. Dus uh, je moet wel volumes gaan draaien door nog meer distributies te hebben, dus nog groter. Of meer ja. landen eigenlijk. Oké. Okay. Ik vind het uh, heel dapper. En heel veel uh, respect ook wel. Denk je niet dat je daar... Daarvan kreeg ik dus die paniekaanval. Ook ik natuurlijk. wilde net zeggen. <laughs> <laughs> Krijg je niet überhaupt al blinde paniek dat je dit... Uh, want het, het zijn wel uitdagingen. Ja. Dat wel. Uh, ik vind het heel erg leuk. En ook wel om dingen op te lossen. En ik, ik moet zeggen dat het ook makkelijker gaat. Dus uh, dat ik me er niet in verlies in de stress van wat erbij komt kijken. We hebben een recall gehad afgelopen jaar omdat ik melk niet dik gedrukt op mijn pannenkoekenverpakking had staan. Dat is natuurlijk gewoon een domme fout ook. En wij ja. laten onze labels allemaal checken door de KTBA. Ja. Alleen we hebben dat dus niet destijds niet doorgevoerd. Nee. Uh, wat natuurlijk helemaal 100% mijn verantwoordelijkheid is. Maar wij zaten gewoon met personeel die echt overspannen was en burn-out. En het, het was gewoon te veel voor iedereen. Uh, dus dat is gebeurd. Er was een onderzoek of er voldoende eiwit in de producten zaten. een laatst een heel eiwitonderzoek. En daarin zijn wij ook meegenomen. Okay. En toen kwam dat er dus uit. Dat wij dus die uh, dikgedrukt melk, dat is een allergeen, yeah. niet op de verpakking hadden. Dus dat was wel. Uh, een, ja, dat was een generale repetitie van een rikol. Want de pannenkoeken, de proteïnepannenkoeken liggen alleen bij Jumbo. Dus dat viel relatief mee. Ja, nu gaat alles terug. En dan moeten alle. Ja, dan gaat alles terug. Uh, moet alles op stop. Moet je binnen nou ja, vier uur echt van allerlei dingen doen: persbericht schrijven, allemaal vakjes afvinken. Dan heb je dus de voedsel autoriteit op je dak. Ja. Um, en uh, Vernietigd moet alles worden in principe, want ja, het is een allergeen melk. Ja, dat is gewoon een allergeen voor iemand die niet tegen melk kan. Ja. Die, er stond wel wij dik gedrukt, maar voor iemand die dat niet weet dat dat uit melk komt. Ja. Dan, dus dat, maar dat is uiteindelijk was het een soort van wij zagen het echt als een cadeautje, want zo kijk ik er dan weer naar, omdat ja. het echt alleen maar bij Jumbo lag, de pannenkoeken. En Jumbo heel blij is, want pannenkoeken lopen heel, go heel goed, dus we zijn gewoon terug op het schap, nieuwe verpakking. Ja. En we hebben geleerd ervan. Kijk, was het gebeurd met de repen, bij wijze van spreken, er liggen we in 2000 winkels. Dat had heel veel geld gekost. Ja. En ja, dat is gewoon kut. En dan, ook dan is het misschien weer de, de lekkere fietsbandverhaal. Ja. Het gebeurt met een reden. Ja, en nu en, denk uh, ik, wauw, wij weten ja. nu helemaal hoe het werkt. Ja. Weet je wel ook dat we dus nu een telefoon moeten hebben die altijd bereikbaar is. Want ja. ze konden de voetstandaardautoriteit eh, kon ons niet bereiken. Ja. Weet je, ja, je hebt nog nooit zoiets meegemaakt natuurlijk. Nee. Dus um, ja, nu weet je dan hoe dat werkt. En uh, voor de volgende keer, nu zijn we super voorbereid. En het gebeurt ook niet meer. Wij, wij checken nu echt de verpakking samen. Dus dan Jim en ik, dan weet je, oké, okay, vier allergenen tellen we. Eén, twee, drie, vier. Nog een keer, ja, één, twee, drie, vier. Dus het, ja. het gaat nu gewoon niet meer gebeuren. Gewoon ja. vier oogprincipe altijd samen tellen. Staan alle allergenen erop. Want allegenen is gewoon een recall. Als je ja. dan, als ja. het er niet op hebt staan. Ja. En als je dan bijvoorbeeld bij wijze van spreken in elf landen ligt. Ga je elf landen te gaan halen? Ja, ga je gewoon ja. failliet. Ik heb vriend van mij die, die failliet gaan op die manier. ja dat is een goede wake-up call voor ja. iedereen die in de voedingsmiddelenindustrie zit. Heel belangrijk. Je, ja, je, je label sowieso laten controleren door de KTBA van een andere partij. Ja. En, uh, en zorgen dat het dan ook wordt doorgevoerd. Ja. Ja. Heb je nog andere van dit soort uh, giga? Ja, fouten? Ik weet niet nou, Afgelopen week noemen. hadden we weer iets. Ja. Oh, Vertel. Uh, we hadden 75.000 een repen order binnen. En we, hadden, we hebben de verpakking veranderd. Ja. Gerebrand. Ja, nu echt alle credits naar Jim. Hoe erg scherp hij is. Want uh, nou, je hebt dan, ga je verpakking gaat rebranden. Nou, dan gaan een paar uh, fases overheen. Fase 1, fase 2. Nou, wij zaten op een gegeven moment op versie 12. Ja. Want dan kijkt de KTBA mee. Dus naar nou, je verpakking. Maar ook ja. de, leverans, of de fabriek zegt ook nog: dit moet even anders op het label. of dat, of die wetgeving. Nou, dus we zaten op een gegeven moment bij versie 12. Ja. Nou, een tijdje geleden hadden we ook een nieuwe verpakking van een andere reep. En toen hebben we niet een proefdruk gevraagd. En toen was het dus Canarisch geel geworden, de verpakking. <laughs> en gewoon echt niet de goede kleur. Dus nou ja, toen dacht ik: jeetje, nou, nu moeten we een proefdruk doen. Uh -huh. Dus we hebben een proefdruk gedaan. En toen op die proefdruk he hebben we niet meer gecontroleerd of de inhoud goed was, want dat hadden we al over de mail heen en weer oh, gedaan. God. En toen hebben ze niet versie 12 ge gedrukt, maar versie 8 hadden ze geproefdrukt. En Jim heeft dat helemaal goed in de gaten gehouden. Uh, al, al die processen. Ik weet niet eens van het verschil tussen versie 8 en 12. Dus uh, hij was vrij en ik uh, krijg die nieuwe reed binnen en ik post oh, nieuwe verpakking. Leuk. En Jim kijkt op Instagram en die denkt: Hè, dit is niet versie 12. Versie 8. Dit is versie 8. <laughs> daar staat een verkeerde allergene op. Ja, dus hij ziet dat, terwijl die vrij is. Hij ziet dat er iets niet klopt aan die verpakking. Dus hij is meteen in zijn, in zijn mail gaan kijken. Dat, zag dus dat het versie 8 was. Nou, daar miste dus op kan sporen van pinda's bevatten. Uh, nou ja, dus dan moet je dus uh, alles on hold zetten. En uh, omstikkeren: 75.000 repen. Oh my God. Met de hand. En, uh, oh, 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 oh. Ja, en, en je kan die 15 packs niet meer verkopen. Want die maak je open. Ja, en die hoort, mag je niet meer uitleveren. Nou, bedankt. Dus je moet en nieuwe orde plaatsen. Kijk waar het is misgegaan. Nou, het is misgegaan met dat zij een verkeerde proefterug hebben gestuurd. Maar dat wij het niet hebben gecontroleerd. Ja. Dus aan twee kanten ja, fout. Wij ja. keken alleen naar de kleur. Ja. Maar dat soort dingen, weet je wel. En dan denk ik, wauw. En daarom ik ben heel blij dat Irem nu erbij komt. Want Irem heeft ook hard voor de zaak. Want je moet hard voor de zaak hebben. Wil je op je vrije dag dat zien, handen doen, yeah. En gaan, meteen gaan. Ja. ja, personeel denkt vaak, ja ik ben vrij, oh, oh het ziet er een beetje anders uit. Het komt wel, wel, maar als je dit had uitgeleverd, ja. had je echt een probleem gehad. Ja. En dit zijn zo van die uitdagingen waar je dan mee te maken hebt, maar als het dan weer goed komt, dan komt het ook weer goed en dan uh, heb je het weer overleefd. Ja, <laughs> ik, vind, ik vind het een mooie uh, lip. want ik zit natuurlijk zelf net, net een beetje in de kinderschoenen in dit proces. Dit zijn ook fouten die wij ook al gemaakt hebben, ja. ook over de hoeveelheid op de verpakking, overstikkeren, ja. dat soort uh, dingen om goed op te letten. Ik kan me voorstellen dat je als uh, zo'n druk bezet zakenvrouw en nog heel veel andere dingen ballen hoog moet houden. Dat jij heel erg punctueel bent in je routines. Eén routine weet ik toevallig. Trainen. Trainen. Zit ja. er altijd ochtends in. vast onderdeel van de podcast is uh, het delen van of je ochtend- of je avondroutine. Mag jij zelf kiezen wat jij uh, graag met ons zou willen delen. Ik ben je gewoon heel erg benieuwd wat jij, uh, wat jij doet. Hoe dat je je dag start of hoe dat je je dag afsluit. Ja, dus ik word meestal rond een uur of tussen vijf en zes wakker. Oh. En ja, laten we zeggen dat ik vier van de zeven dagen mediteer dan ongeveer. Dan sta ik op, uh, altijd een glas warm water drink ik dan, en dan ga ik de dieren eten geven, paarden en de honden naar buiten laten en dat soort dingen. Mm -hmm. En uh, nou, ik ben nu even aan het vasten, maar normaal gesproken eet ik dan ja. uh, eiwitten. Ja. En dan ga ik trainen om zeven uur. En door jou ga ik dan niet meer in een ijsbad. <laughs> ja. Want dat moet voor je training. <laughs> wat ik fucking irritant vind. Want daar, dan heb ik dus geen zin meer om te trainen. Dus ik ga nu s'avonds in het ijsbad. Ah, dapper. dapper. En uh, meditatie, wat voor methode gebruik je? Doe je dit zelf? Doe je dit begeleid? Soms doe ik het begeleid. Uh, maar meestal doe ik derde oogmeditatie. Dus dan focus ik gewoon hier op mijn derde oog. Dat werkt voor mij het beste. Oké. Okay. Dat is het enige wat je doet. Je focust op je derde oog? Ja. En dan zie ik allemaal kleuren of niet. Of... Ja. Oh. Of ik dat zet dat soms mijn chakra open en dan laat ik zo de energie door mijn lijf stromen. En dan door de grond de aarde in en dan weer om de aarde heen weer in de grond. En dan voel ik me heel erg geaard. Ja. Dat is een oefening die ik ook wel bijvoorbeeld doe als ik bijvoorbeeld in de rij sta bij de supermarkt. Ja, oh, wat grappig. In de rij staan bij de supermarkt? Voor het geval dat... Ja, of als ik bijvoorbeeld voor een podcast... Dan doe ik dat even zo. <tjoep> ik laat het allemaal maar doorstromen. Ik geef het wel gewoon door. Oh, ja. mega interessant. Een ja. leuke... Uh... Leuke manieren ook om er naar te kijken. Denk ja. Ik. Net even wat anders dan anderen. Heel veel mensen mediteren namelijk best wel aard. Dus als ik zelf mediteer, Wie? mediteer ik heel erg op basis van hun techniek. In plaats van mezelf gewoon open te zetten en oh. kijken wat er, wat er binnenkomt. Oh, ja. Dus meer mantras herhalen, dat soort, oh, uh, dat soort dingen, stukjes. Ja. Um, mega veel dank. En dan nou. gaan we gaan hem na deze mooie ochtend tot afsluiten. Um, we gaan dus nog heel veel van je zien in de theatershow. Mm -hmm. uh, waar kunnen ze hier meer informatie over vinden? Op faya.com. F-A-J-A-H.com. Ja. Daar zie je de datums allemaal. Ja. En uh, ik vind het leuk dat wij het samen gaan doen. Ja. <laughs> vind jij dat ook leuk? Vind jij dat vind nog... ook spannend of dat niet? Uh, nog niet. Ja, ja. Nee. Ah, <lacht> <lacht> nee. nee, nog niet. Nee, het is op zich wel geinig. Ik heb ook wel thema's voor mij uh, interessante. Ik kan het wel gewoon delen. Ik vind dus spreken voor groepen niet spannend. Ik, uh, dat doet me eigenlijk niks meer. Dat vind ik dus wel bijzonder. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld piano spelen voor het publiek. Dat, als ik dat voor vijf mensen moet doen, dan schiet echt de blinde paniek naar binnen. Als ik weet dat ik volgende week zaterdag voor tien mensen piano moet spelen, dat ze naar mij komen kijken, dan slaap ik echt niet. Echt? Weet ja. je, het zo goed kan. Ja, dus dat is ook uh, een interessant thema, ding om aan te kijken. Ja. Ik heb het echt vaak geprobeerd. Ik denk dat ik inmiddels uh, bij vijf of zes ademsessies gespeeld heb, maar dan heb ik gewoon, ik heb daar echt, echt heel veel last van. Dus oh, ja. spreken voor het publiek nee, dat doet me echt niks meer. Dan heb ik er vaak juist heel veel zin in, want ik vind het gewoon leuk en ik word daar ook echt enthousiast van. Maar dit is dus weer een thema van mij. Oh, ja. We kunnen Faya vinden via Faya.com. Kan je meer informatie vinden over de theatershow. Ik ben daar dus ook bij. Mega mega leuk wordt dat. We gaan er nog niet te veel prijs geven, denk ik. Nee. Helemaal niks. Nee, dat is juist... De... Jij bent het verrassingseffect. <laughs> het <wordt een> verrassing. <laughs> voor heel veel vrouwen überhaupt. Dus. <laughs> wat we gaan doen en ook wat ik daar kom doen. Um, nieuw boek. Absoluut de moeite waard om te lezen. Super interessant. Heel praktisch. Denk ik ook voor mensen. Ja. De thema's die we hebben aangestippeld. Over blauwdruk. Over kernwaarden. Over op zoek gaan naar wat je leuk vindt. Uh, dat kan je allemaal terugvinden in het boek. Mega veel dank uh, aan degenen die dit weer uh, hebben gekeken. Mega veel dank mocht je geluisterd hebben. Je zou ons ongelooflijk goed kunnen helpen door uh, te subscriben op YouTube. En daarmee help je ons weer uh, wat meer zichtbaar te worden. En mocht je deze podcast nou ontzettend leuk hebben gevonden, net als ik, geef dan ook even een duimpje omhoog op YouTube. En uh, als je via Spotify luistert, geef ons alsjeblieft even vijf sterren. Daarmee helpen we onszelf en jou op weg naar optimale gezondheid. Via mega, mega, mega veel dank. En uh, Wij gaan elkaar heel snel weer zien. Ja, <laughs> superleuk. Dat was hem dan weer, het einde van Insights, de podcast. Ik hoop dat je net zoveel hebt mogen leren als ik... in jouw weg naar optimale gezondheid. Nou, wil je ons en daarmee uiteindelijk jezelf verder helpen... vergeet dan niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Mocht je via Spotify luisteren... laat dan alsjeblieft een vijf sterren review achter... En heb je vragen, opmerkingen of wat dan ook? Drop die dan vooral in de comments. Heb je een speciale gast die jij heel graag bij mij zou willen zien? Drop die dan ook vooral in de comments.